1. Tada! Welkom bij een Reageer en Win. Ik zal niet zeggen gloednieuw. Maar vorige week maakten jullie kans op deze game Lego The Incredibles van Pixar en Warner Brothers. En ja, jullie moesten daarvoor flink je best doen. 4 reacties achterlaten op XGN. Want hey, je krijgt het niet zomaar. Je moet soms een beetje je best doen in het leven. En de eerste winnaar is J. Butter. Jij zei op de Reageer en Win vorige week heel veel. Ik ga het even voorlezen wat je zei. Ik vind al die Lego games echt incredible. Echt mijn guilty pleasure. Ik haal de laatste tweedehands Lego game op bij de plaatselijke gamestore en ik zag die oordelende ogen van die verkoopster. Ik moest toen maar net doen alsof hij voor mijn zusje was. Maar dat was niet zo. Ik loog. Ik heb helemaal geen zusje. En de game was voor mij. Ik houd ervan. Laat me met rust. Nou, ik ga je niet met rust laten. Je hoeft je ook niet te schamen in je leven als je van Lego houdt. Je hoeft je niet te schamen als je een man bent. Je hoeft je niet te schamen als je geen zusje hebt. Je mag gewoon met een gerust hart dit toffe spelletje spelen. Dus, ik ga je niet met rust laten. Ik wil dat jij mij mailt naar r.v.d.helm@xgn.nl. Zeg even wie je bent, dus J. Butter, dat je die prijs gewonnen hebt met je adresgegevens. En dan komt deze prijs jouw kant op. En waarschijnlijk doe ik er wel een briefje bij dat je het niet hoeft te schamen. Alright, dan gaan we door naar winnaar 2. En dat is geworden Gepetto. Die zei, ik heb helemaal zin om Italiaans te praten, ik weet niet waarom, maar goed. Jij zei op de Reageer en Win ook, gefeliciteerd winnaars. Tegen Lego Games zeg ik geen nee, zo koud me in. Geweldige bloopers weer. Dank je wel. Ja, over die bloopers gesproken. Ik wil toch even zeggen dat Luc achter de camera geen mogol is. Dus, heb ik dat even goed gemaakt. Af en toe wel, maar meestal niet. Oké, goed. En dan gaan we door naar de derde winnaar. Dat is de Avinci Style Games. Die zei ook op de Reageer en Win. Maar daarnaast hadden jullie dus nog meer reacties achtergelaten. Want je moest 4 geven. Gefeliciteerd aan alle winnaars. Lego Incredibles lijkt me awesome. Stuur je adres, makker. Alright, en je ziet het hier al liggen. Een hele toffe tas. Die ik nu wel eventjes snel ga inspecteren. Want ik heb hem helemaal niet gezien. Ik heb hem aangevraagd, maar niet gezien. Van Mission Impossible Fallout. Oh, kijk aan. Nice. Je kan hier gewoon een laptop in kwijt, denk ik. Ik denk dat dat wel gaat passen. Ja, volgens mij is die daar zelfs voor bedoeld. Wat denk jij, Luc? Ja, gewoon een laptop in kan. Ja. Er nog aan de zijkant. Die jongen achter de camera die praat nu. Ik weet niet of jullie het horen. Hij heet Luc. Maar nee, daar kan dus van alles in, maar onder een laptop. Dit is van Mission Impossible Fallout. Die komt uit mijn hoofd 2 augustus in de bioscoop. In ieder geval volgende week. Natuurlijk de nieuwste film met Tom Cruise, die alle stunts zelf doet. En volgens mij had hij nog een gebroken enkel of voet opgelopen met deze opnames. Want ja, hij is soms ook een beetje een Mongolo, zullen we maar zeggen. Nee, echt serieus. Ik vind Tom Cruise een geweldig acteur. Beetje loco in zijn hoofd, natuurlijk met die Scientology Church. Maar goed, dat doet geen... Ik krijg dat ding niet. Wacht. Just do it! Nee, Luc, blijf zitten. Hij wil weer als Spider-Man optreden, maar dat gaan we niet doen. Just do it! Ik hou hem gewoon zo vast. Just do it! Nee, we gaan hem gewoon neerleggen. Weet je, jullie hebben het nu gezien. Het is oké, mensen. Het is oké. Soms moet je dingen gewoon... accepteren zoals ze zijn. Maar ik had het dus over Mission Impossible. Hij doet al zijn stunt zelf. Dat is natuurlijk echt super tof. En Mission Impossible is gewoon echt een hele goede filmreeks. Laten we eerlijk zijn. Het is gewoon daarvoor een succes met heel veel te gekke actie. En ja, heel veel stunts waarvan je zegt, wat de fuck is deze man aan het doen? En hij doet het gewoon. Volgens mij hing hij in de vorige aan een vliegtuig. En dat had hij zelf gedaan. Ik weet dat hij, volgens mij was het ook voor de vorige, echt minutenlang onder water heeft gezeten. Wat gewoon niet menselijk was, want hij is niet een duiker van oorsprong. En hij doet het allemaal. Nou, nieuwe Mission Impossible, die zal natuurlijk ook vol zitten met hele zieke stunts en zieke actie. En natuurlijk wil jij naar de bioscoop. Dus wat je ziet, is hier. 6 vrije kaarten, die ga ik weggeven in 3x2. En eentje krijgt daar die te gekke rugzak ook bij. Dus 2 mensen krijgen alleen de tickets en eentje krijgt die te gekke rugzak. Wat je daarvoor moet doen, is reageren op de site. En sowieso wil ik een creatieve comment onder deze video waarom jij naar de film wil en die tas wil winnen. En voor de rest moet je gewoon lekker comments achterlaten op de website. En ik denk dat de meest creatieve reacties, laten we daar maar op houden, komende weken kans maken. Laat dus wel even weten onder de Reageren Win of je daadwerkelijk meedoet voor Mission Impossible. Of misschien wel een hele andere prijs, namelijk Vampire voor de PlayStation 4. Die gaan we ook weggeven. Dit is natuurlijk de laatste game van, of niet de laatste, maar een game van Dotnod. En ja, het is een hele goede...
game toch wel geworden. Stefan die gaf het een 7,5 in zijn review. Nou, misschien nog een beetje aan de strenge kant. Maar wat hij dus zei is wel van, het heeft een originele setting, een diepgaand verhaal, interactie met de inwoners van Londen, uitdagende gameplay die je zelf in de hand hebt. Als minpunten zei hij, grafisch niet hoogstaand, instabiele framerate en lange laadtijden. Maar goed. Voor de rest, waar gaat de game over natuurlijk? Over een dokter die mensen wil redden, maar tegelijkertijd is hij vampier. Nou ja, dat doet de titel natuurlijk al vermoeden, vampire. En het is gewoon een hele vette RPG met actievolle elementen. En daar ben je flink wat uren zoek mee. Ik denk zelf dat dit best wel een van de ondergewaardeerde titels is van dit jaar. Er zijn natuurlijk veel titels die aandacht krijgen. En ik denk dat Vampire nou echt zo'n game is die misschien niet de aandacht heeft gehad die het verdient. Maar wel echt ziek, gestoord en leuk is. Dus, wil jij die game winnen? Laat dat dan even weten onder deze reageer en win. En daarnaast wil ik ook ergens anders op de site zien dat jij die game wil winnen. En hoe ga je mij overtuigen dat je Vampire moet winnen? Ik zou zeggen, stop maar het woordje vampier ergens in de reacties. En zeg niet dat ik een vampier ben, want dan wil je niet. Alright, goed. Een goed weekend toegewenst. Geniet van het weer. Of zet flink de airconditioning aan en ga lekker gamen. Of ga naar de bioscoop, want daar heb je natuurlijk ook altijd airco. Dat is best een goed idee met als 37 graden of zo is. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doedeledokie. Dat ik niet zeg, want de camera staat aan je en je moeder kijkt. Hallo moeder van Luc, de groetjes van mij. Ik vind hem echt niet zo Mongole hoor, als ik laatst zei. Luc, je bent een Mongool. Luc, je bent gewoon een Mongool. Mongolo. Oké. En ja, als mindere punten, en daarom heeft hij het misschien heel streng beoordeeld. Grafisch niet hoogstaand, instabiele framerate. Instabiele framerate, wat een woord joh. Jeetje, daar krijg je echt spontaan spraakgebrek van. Instabiele framerate. Ik denk echt nu aan iemands kont. Oké, wat zeg ik allemaal? Als minpunten noemde Stefan grafisch niet. Ja. Ja, soms dan ga je dachten een rare kant op, zou ik maar zeggen. Goed.